Dank u wel, meneer de voorzitter, waarde collega's, cher collègue. Ik zal u op de eerste plaats zeggen dat met betrekking tot de duidelijkheid in het dossier, de vragen die gesteld worden door de leden in deze question time, het activiteitenverslag van 2010 betreffen van het vast comité van toezicht op de inlichtingendiensten, het vast comité I. En niet tegenstaande de vermelding van het jaartal 2010, waarde collega's vraagstellers, heeft het activiteitenverslag eveneens betrekking op feiten van voor 2010, met inbegrip van feiten uit de periode van voor mijn aantreden. Chers collègues, conformément l'article 35 de la loi organique du 18 juillet 1991 concernant le contrôle des services de police et de renseignement et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, le comité permanent R a fait rapport à cette Chambre et au Sénat par un rapport général d'activité qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport a été transmis au président de la Chambre et du Sénat, ainsi qu'au ministre de la Justice et de la Défense. Wat betreft de in het jaarverslag vermelde incidenten, beste collega's, met betrekking van het verlies van geclassificeerde informatie en persoonsgegevens buiten beveiligde sites, want daarover gaat het, die zich zouden hebben voorgedaan voor mijn aantreden als minister, besluit het vast comité I dat deze vooral te wijten waren aan de wijze waarop individuele personeelsleden omgingen met geldende reglementeringen en voorschriften. Donc, cher collègue Moriot, le comité permanent R, et ceci entre guillemets, a dit que les règles et les instructions qui s'appliquent lorsque des collaborateurs du SGRS sont contraints à se déplacer avec des données classifiées et ou à caractère personnel en dehors d'un site protégé sont claires, qu'elles sont praticables et aisément accessibles. Fin de citation. Ces instructions mettent essentiellement l'accent sur la protection et la préservation des données classifiées. Le comité permanent R a constaté que l'existence et le contenu des lois, arrêtés, instructions, règlements et consignes ont été portés à la connaissance de tous les membres du SGRS lors de leur entrée en service par le biais d'un briefing de sécurité générale, en partie à la suite de recommandations antérieures du comité permanent R. Des briefings de sensibilisation ont été régulièrement organisés. Le comité permanent R en déduit que ces consignes sont connues du personnel. Waarde collega's, het comité I stelt vast dat de menselijke factor de zwakste schakel blijft in elk veiligheidssysteem. En daaruit concludeer ik, en is het voor mij zeer duidelijk, de geldende reglementering moet worden nageleefd. Dit is een absolute plicht voor ieder personeelslid. En deze incidenten uit het verleden stonden los van het probleem van de informatiehuishouding. Wat betreft die informatiehuishouding bij de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht, de ADIF, heeft het vast comité I na een toezichtsonderzoek dat in 2005 is gestart, besloten en vastgesteld dat er geen geïntegreerd beheer van de informatie is. Er werden reeds bepaalde veranderingen doorgevoerd, maar eind december 2010 werd beslist om de aanpak van dit probleem in een globale audit te gaan onderzoeken. En op 31 augustus van 2010 heb ik per brief aan de voorzitter van het vast comité I laten weten dat ik geen bezwaar had tegen het publiek maken van het verslag van het vast comité I over deze materie. Ik kijk dus uit naar de auditresultaten die wat mij betreft moeten helpen om indien nodig de aanpak van de administratie bij te sturen. Het is belangrijk dat de ADIF over een geïntegreerd beheer van informatie kan beschikken en dat het ook het need to know, een bijzonder belangrijk principe, kan blijven hanteren en respecteren, want we spreken over gevoelige informatie.
De aanpak van de defensiestaf werd eind verleden jaar reeds volgens de regel van de beperkte verspreiding toegelicht in de begeleidingscommissie van het comité A. En in het licht van zijn taakomschrijving, de materie en de periode van de lopende zaken, meen ik dat dit het passende forum is om de zaak ook verder te bespreken en ze te blijven opvolgen. Ik wil u toch ook, beste collega's, de nuancering geven die gisteren vanuit het vast comité I werd medegedeeld tijdens het middagjournaal van de VRT. De algemene teneur is dat de ADIF een behoorlijk parcours afloopt en aflegt, maar dat het altijd beter kan. En dat is natuurlijk wel totaal iets anders dan een inlichtingendienst die compleet vierkant draait. Ten slotte wil ik erop wijzen dat de lezing voorbijgegaan is aan een zeer positief gegeven. De wet van 4 februari 2001. Monsieur le Président, j'ai eu trois questions. D'abord, je vous laisse avec un papier. C'est une chose. Ensuite, bon, alors je vais continuer. Je vous laisse avec un papier. Ensuite, je vous laisse parler suffisamment longtemps. Oui. Et c'est pas une interpellation, c'est des trois questions. Mais je vais vous dire que pendant la période précédente, c'est-à-dire le gouvernement, le terme Van Rompuy et le terme. Mais ça, c'était le que passé. Le gouvernement a bien beaucoup plus de progrès, c'est-à-dire qu'on a approuvé les législations concernant le BMI, le BIM, et les progrès étaient tellement positifs que maintenant nos organisations peuvent travailler dans un tout nouveau cadre. Ce qui était bien plus positif que pendant la période des gouvernements de l'arc-en-ciel, mais lorsque vous étiez titulaire du département de la Défense, ainsi que pendant la période du gouvernement. Je ne vois pas. Monsieur le ministre, vous êtes sans micro, monsieur le ministre, il n'y a pas de problème. Alors vous. Monsieur Tobac. Je suppose que vous laisserez votre réponse écrite pour les membres du Parlement qui vous ont posé des questions et auxquels je demanderai de pouvoir répondre, de répliquer. Voorzitter, bij wijze van ordemotie, omdat we die discussie nu al meermaals gehad hebben in de conferentie van voorzitters. Ik wil gerust de leden van mijn fractie oproepen, zelfs heel dwingend, om zich te houden aan de 2 minuten spreektijd om een vraag te stellen en een punt te maken. Maar de reden waarom het reglement voorziet dat bij actuele vragen nog de vraagsteller, nog de minister zijn tijd mag overschrijden of documenten mag meenemen, is om er ten eerste een kort en duidelijk debat over te maken en ten tweede duidelijk te maken of men wel of niet zijn dossiers kent. De enige uitzondering is als men wil. De enige uitzondering is als men wil, is als men wil cijfers citeren waarvan ik er gerust van uitga dat niemand ze uit het hoofd moet leren vooral hier te komen antwoorden. Maar ik ga er nu vanuit, vanaf nu, en zet het in het verslag, de eerste minister die ik vervolgens nog met een document, met een brief op de tribune zie staan, collega's, daarvan ga ik ervan uit dat hij eigenlijk niet weet wat zeggen als zijn medewerkers niet het noodzakken hebben voorgeschreven. Want dat is de enige reden om dit soort verantwoorden op papier monsieur, te moeten geven. Monsieur Tobac, que celui, monsieur Tobac, que celui qui n'a jamais pêché, lui lance la première pierre. Hein. On se souvient d'autres périodes aussi où on a utilisé les papiers. Bon, je passe maintenant la parole pour leur réplique. Non, on ne va pas faire un débat là-dessus. Si vous voulez qu'on en discute. Allez, monsieur Verheerstraten, pour dire la xème fois ce qu'on a déjà entendu et dont on reparlera encore à la conférence des présidents. Voorzitter. Voorzitter, ik wens niet tussen te komen in de vraagstelling. Het was dus mogelijk ook beter geweest dat collega Tobak zulks ook niet had gedaan. En een subjectieve en ongepaste interpretatie heeft gegeven die zijn eigen interpretatie en een foutieve interpretatie is over de kennis van het dossier aan het adres van de minister. Er waren hier 3 vragen gesteld. Dan heeft de minister ook meer tijd. En de minister mag ook citeren uit een tekst. Dat hebben we ook afgesproken in de conferentie. Ja. Allez, il fallait bien un moment d'animation dans cet après-midi et il a eu lieu. Monsieur les intervenants, monsieur Tobac est content, il a fait à son animation, tout le monde a pu réagir. Ça fait partie, pourtant les caméras sont parties. Monsieur De Croo. Voorzitter, ik moet toch protesteren tegen wat u nu zegt.
U zegt de camera's zijn weg. Ja. Het is niet meer hetzelfde debat. Het spijt mij dat ik dat moet laten opmerken. Ik vermoed, de camera's hebben invloed op debat, maar ik denk dat de leden voldoende parlementaire zin hebben, de ministers ook, om een debat te voeren, ook buiten de camera's. Bien, maintenant on revient, si vous voulez, aux questions qui ont été posées par les différents membres pour leur réplique. Comment? Madame. Dank u wel, voorzitter. Ja, het ging dus over het jaarverslag van comité I.